Thomas Bruns, wat een binnenkomer hier bij FC Groningen. Ja, 3 punten, 2 doelpunten en ik ben er blij mee. Ja, ik wou net zeggen, je hebt je zo lang op verheugd om voor FC Groningen te mogen spelen in dit prachtig stadion. En dan vlieg je de 2 in. Ja, heel blij mee. Je droom je van, denk ik, om bij je debuut 2 goals te maken. En, de eerste was een fraaie, denk ik. En de tweede was, probeer ik in de hoek te plaatsen. De keeper raakte hem nog aan, maar hij zit er gewoon in. Ja, wat begonnen jullie ook sterk aan deze wedstrijd? Ja, ik denk dat we heel goed gespeeld, of heel goed, maar in ieder geval gedomineerd hebben. 10 minuten voor rust hebben we het even moeilijk gehad, maar de tweede helft hebben we gecontroleerd uitgespeeld en de score uitgebouwd. Dat hadden we afgesproken in de kleedkamer, dus dat is mooi dat eruit komt. Groningen stond plek 15, Heracles plek 6. Dat verschil zag je vandaag absoluut niet. Nee, ik denk dat wij iets meer energie op het veld hebben gelegd, feller waren en terechte winnaar zijn. Penalty, komen jullie op 1-0, een terechte penalty denk ik, hè? Ja, ik heb het nog niet teruggezien, maar volgens mij was een handsbal gemaakt. En dan is het terecht de penalty en Samir schiet hem goed in, die overigens goed speelde, vond ik. En ga je de rust in met 1-0 en dan spreek je dingen af. En dat lukte de tweede helft en daar mogen we trots op zijn. Net even vlak voor rust, hè? Oud Sergio Juli in de wedstrijd, hè? Een geweldige redding. Fantastische redding, want anders wordt het 1-1 en dan ga je met een domper de rust in. En dan, dat was een fantastische redding van Sergio en daar mag hij ook trots op zijn. Wat zei de trainer in de rust tegen jullie? Hij gaf een paar kritiekpunten aan die we goed uit moesten voeren. Dat was vooral de ruimte tussen de laatste lijn en de middenlijn, of in de middelste linie. En dat we de score uit moesten bouwen. Dus ik denk dat het wel gelukt is. Ja, maar ja, in het begin van de tweede helft kregen ze ook een levensgrote kans. Die missen ze ook nog weer. Ja, dat klopt. Dan moet een keer geluk mee zitten. Als je dan goed bekijkt, de tweede helft kreeg jullie ook weer de meeste kansen gewoon. Ja, ik denk dat we er nog wel 1 of 2 bij hadden kunnen maken. Dus dat is super. 74ste en 78ste minuut. Een moment voor Thomas Bruns om nooit te vergeten, denk ik. Nee, ik zal vanavond lekker slapen. Die eerste goal, ja. Had je direct door van, ik wip hem er zo in. Ook nog met je linkerpootje ook nog. Ja, je probeert het. Je hebt iets in gedachten, dat probeer je. En op het moment dat hij van je voet gaat, dan weet je, die gaat goed. En de keeper kon er net niet bij en dan valt hij binnen. Dus daar ben je blij. Eigenlijk als je toen bekijkt de 2-0, was het buiten binnen en was de wedstrijd al beslist. Ja, toen gaf Heracles het op, denk ik. En dan 3-0 maken laat ik dan niet na. Dat vind ik wel lekker voor mezelf. Dit moet wel vertrouwen geven, denk ik, voor jullie allemaal. Zeker. We moeten deze week hard werken. We zijn er nog lang niet, maar de eerste stap is gezet. En dan ga je van het veld af, je wordt gewisseld en dan zinkt het publiek je toe. Ja, dat is een droomdebuut, denk ik dan. Ja, is fantastisch. Daar droom je van. En ik heb mijn best gedaan om hun de 3 punten te geven. En hun hebben mijn best gedaan om mij goed te laten voelen. En dat is allebei gelukt. Dankjewel, joh.